De Naniswamp is een belangrijke waterbron voor de watervoorziening ten behoeve van de rijstgebieden van Suriname. Daarom is door middel van een eco-hydrologisch onderzoek van de Naniswamp getracht een beter beeld te krijgen over de structuur van het water. De resultaten van dit onderzoek werden vanmorgen gepresenteerd aan verschillende belanghebbenden. Sudarshan Jayaram, waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zegt dat dit onderzoek cruciaal is. Ja, wanneer je dus deze werken uitvoert, dan is het ook internationaal vereist, niet alleen, maar ook volgens onze wet, dat je zo'n studie moet uitvoeren. Maar het is ook belangrijk voor onszelf dat wij als gemeenschap, als Suriname, ervoor moeten waken dat onze ecosystemen niet worden aangetast als gevolg van uitvoering van projecten. Dus de resultaten die als het ware zijn gepresenteerd, geven aan dus dat je op een bepaalde wijze in feite het waterniveau zou moeten kunnen beheersen. Het moet zo zijn dat je niet hoge waterstanden moet handhaven gedurende lange periodes. En ook is het niet raadzaam om het waterniveau te laag te houden. Jayaram stelt dat het voortraject niet te onderschatten is. Daarom is er tijdens dit proces gebruik gemaakt van deskundigheid om de nodige onderzoeken te verrichten voor een goed verloop van de komende projecten. Al deze werken zullen uitgevoerd worden in het kader van een project wat gefinancierd wordt door de IDB, L1052, de Sustainable Agriculture Productivity Program. Er zijn een aantal componenten binnen dit project, waaronder bijvoorbeeld ook die agrarische telling, de landbouwtelling, maar ook heel belangrijk dus die verbetering van die infrastructuur en watermanagement, waterhuishouding voor die rijstsector. U weet, wij hebben te maken met een natte rijstcultuur waar in feite watermanagement heel belangrijk is. De volgende stap is het goed analyseren van de aanbevelingen uit dit onderzoek met alle belanghebbenden, waarmee de mogelijke aanpassingen bekeken zullen worden voor een beter verloop van dit project.